Variabele contracten, vaste contracten, die kennen we allemaal. Maar sinds kort zijn er ook dynamische elektriciteitscontracten. Jordi, leg eens uit. Die dynamische contracten, wat is dat? En vooral, is dat interessant voor mij? Wel, een dynamisch contract is eigenlijk een contract waarbij je stroomafname, jouw stroomverbruik, per uur wordt verrekend in functie van de prijzen op de energiemarkten. Vandaag is er al één speler die zo'n tarief aanbiedt in Vlaanderen, dat is Engie. Met zo'n tarief heb je er eigenlijk alle baat bij om jouw stroomverbruik flexibel te gaan verschuiven naar momenten waarop de prijzen laag zijn. Ja, dat is traditioneel wanneer er veel hernieuwbare energie voorhanden is, veel zon, veel wind, bijvoorbeeld in de namiddag. Dan is het met zo'n contract belangrijk dat je bijvoorbeeld je elektrische wagen gaat opladen op dat moment. Beschik je niet over grote stroomverbruikers waarvan je het verbruik flexibel kunt gaan plannen, ja, dan zijn de risico's van zo'n contract groot. En dan zouden we het niet aanraden, omdat je dan uiteindelijk meer riskeert te betalen in vergelijking met een traditioneel contract. Wil jij meer weten over energie? Neem dan zeker eens een kijkje op onze website. We'll be right back.